Iemand is in bad geweest. Dat is hoog nodig. Maar dan mag je altijd even lekker gek doen buiten. Ik denk dat is leuk om te filmen. Doe maar. Zo. Nou, ik geloof dat ik mijn checklist grotendeels heb afgewerkt. Er staan volgens mij nog een paar kleine dingetjes op. Een van de dingen die ik moest doen vandaag is afgewerkt. Vandaag twee al. Eén is werken. Ik heb mijn les afgemaakt. Die staat klaar om nog een keer gelezen en waar nodig aangevuld te worden of veranderd of nou ja, wat ik er ook mee wil. Oud papier, denk ik, ja. Dat moet ik ook wegbrengen. Dat kan ik zo meteen eerst even doen. Ik ga zo eens boodschappen doen voor Emily. Met Emily ook. Ik moet de oud papier even wegbrengen. De was hangt al buiten. Daar. Kledingwasje voor mij, vooral. Al mijn shirtjes en zo. Alles even lekker uitgewassen. Is het allemaal lekker schoon mee straks. Hond, er gaat een bordje daar. Ik ga eens even oud papier naar de auto brengen. Iemand is in bad geweest. Dat is hoog nodig. Maar dan mag je altijd even lekker gek doen buiten. Ik denk dat is leuk om te filmen. Doe maar. Doe maar die kant op. Oh. Je kunt ook naar binnen rennen. Kom maar. Ben je weer schoon? Ja, hè? Nou, kom maar. Kijk, als je nu naar zijn vacht kijkt. Kom eens hier, kom eens hier. Kijk, dan zie je dat hij hier op zijn billen krulletjes heeft. Zie je dat? Dat zijn gewoon kleine krulletjes. Kan ik allemaal wel glad wrijven, hoor. Maar dat is gewoon krulletjes. Ja, je hebt krulletjes, hè? Oh, ja, even lekker nog. Ja, ik denk dat hij nu... Ga je op de bank? Ja, kom maar. Dat mag. Ligt een schone deken op. Nou ja, schoon. Eén waar je je mag knuffelen. Ja. Oh, ja. Zie je, wil je wat lekkers? Heb je al verdiend, hè? Want je deed het heel goed onder de douche. Een keer als ik het wil gaan filmen, dan stopt hij niet gek doen. Maar kijk, daar gaat hij weer. Is het lekker? Ja? Had het toch voorzichtig met je oortjes gedaan, hè? Daar geen water in komt. Hier kan hij mooi op drogen.
mezelf een to-do-lijstje gemaakt. Met allerlei klusjes die ik moet doen voor ik morgen weg kan. Ik heb er net eentje bij op kunnen schrijven. Nou ja, nadat Rafi gedoucht was. Die heeft namelijk hier over de grond lopen schuren met zijn oren, dingen, zijn wangen. Om water eruit te halen. Ik weet niet wat ze precies doen. Allang blij dat hij dat op het gras deed, want dan was hij gelijk weer groen geweest. Maar ik moet hier dus nu wel even dweilen. Dus dat is erbij gekomen. Ik ben nog in dubio of ik mijn amaryllis mee zal nemen. Dan zul je... Ik denk dat die gaat bloeien namelijk. In de tijd. Zie je in elk geval 3 knoppen. Tijd dat ik weg ben. Maar goed. Als ik Emily nou heel lief vraag of ze de amaryllis om de dag een beetje water wil geven. Moet het goed komen. Wij eten vandaag broccoli. Saus en gekookte aardappels. Dan zijn die ook weer op. Gekookte aardappeltjes. Maar ik ga eens even de groene bak wegbrengen. Die zit tot aan zijn strotje toe vol met tuin. Van de voortuin. Dus die ga ik even wegbrengen. Met Raaf. Maar Raaf is een beetje een staking. Want die vindt mijn man heel vervelend wezen. Want die moest namelijk douchen. Zo. Nou, ik geloof dat ik mijn checklist grotendeels heb afgewerkt. Er staan volgens mij nog een paar kleine dingetjes op. Maar volgens mij is alles gedaan wat ik moet doen. Tas gepakt. Alleen moet er nog wat dingetjes in mijn toilet, als van morgenochtend ga ik mijn haar nog even wassen. Dus dan kan dat ook nog gedaan. Vlogs staan online, vlogs zijn geëdit. Daar ben ik nog even mee bezig geweest vanmiddag. Ik heb mijn werk afgemaakt en wat ik wilde. Het enige wat ik nog even moet doen morgenochtend is de vloer dweilen. Daar had ik nu gewoon geen puff meer voor. Eten gekookt, lekker gegeten, was erg lekker broccoli. Boodschap gedaan voor Emily, met Emily. Naar de stort geweest, oud papier wegbrengen. Kortom, een hele hoop, hele waslijst. En nu ga ik mijn boek uitlezen. Dus ik duik een boek in en ik zie jullie ergens in Emmeloord. Moet mijn laptop nog in de tas stoppen. Maar dat is een... Straks kan, doe ik morgenochtend even. Morgenochtend heb ik nog een lijstje met een paar dingetjes die ik even bij elkaar moet pakken. En dan ga ik naar Emmeloord. Toen hadden hier net trouwens nog wat. Ik stond buiten en ineens toek, 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 helikopter trauma heli. Die landde hier, nou, ik denk 400 meter vandaan of zo. Die maakte een herrie. Zo, maar die ging naar de medische noodsituatie ergens. Geen idee waar, maar dat maakt niet uit. Fijn dat ze zo snel ter plaatse kunnen zijn. En als het trauma heli landt, is het over het algemeen geen goed nieuws. Zo, dat was de maandag, denk ik, ja. Inmiddels... Nee, dit is van maandag, man. Oh, ik sta een eindstukje op te nemen, omdat ik vanavond wil, tenminste vanmiddag wil proberen een stukje te editen. Ik ben inmiddels dus in Emmeloord, daarover morgen meer in de video. Ook heel veel beelden vanaf de Corsowagen, dus ik zou zeker kijken. Ik wil jou in elk geval bedanken voor het kijken naar deze video. Wens je een hele fijne dag als je de video's morgens hebt gekeken. En kijk je 's avonds, slaap lekker, mooie dromen. Tot morgen, tot de volgende video. Doei!